Vanochtend is het tamelijk bewolkt boven Nederland. En met name in de noordelijke helft vinden we een aantal buien terug. Maar dit zijn geen felle buitjes, maar lokaal kan het toch wel eventjes behoorlijk nat zijn. Later op de ochtend komt af en toe het zonnetje tevoorschijn, maar trekt ook de wind behoorlijk aan. Matig boven land, windkracht 3. En wordt aan zee inmiddels al vrij snel vrij krachtig, tot windkracht 5. Vanmiddag houdt het noorden toch nog een aantal buien. De zon die laat zich weer steeds iets vaker zien, maar ook tegelijkertijd begint de bewolking weer iets toe te nemen op nadering van een nieuwe storing. En daarbij wordt het vanmiddag niet heel veel warmer dan 17 tot 19 graden. Vanavond raakt het dan op steeds meer plaatsen bewolkt en vanuit het noordwesten gaat er dan op steeds meer plaatsen regen vallen. De meeste regen die komt vannacht pas aan en daar hebben we dan voornamelijk morgen mee te maken. Op heel veel plaatsen valt veel regen, lokaal 20 mm of meer, en in het noordwesten kan het nog eens meer zijn, met misschien wel 30 mm. En in die regen komt de temperatuur niet heel veel verder dan ongeveer 16 graden. In het weekend gaan we de zon meer zien en is het ook weer wat vaker droog. Toch vallen er soms wel pittige buien, met name op zaterdag, lokaal ook kans op een klap onweer. Zondag zijn de buien weer minder, loopt de temperatuur op een aantal plaatsen ook weer een graadje op, maar op maandag wordt het opnieuw een stuk natter. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.